Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Liam is al wakker en die heeft al zijn fles gehad. Die is nu aan het spelen. En Jordi ben ik nu aan het wakker maken. Goedemorgen. Ja. Wat is het? Dit is trouwens, als ik jullie nog verschuldigd. Dit is dat kikkertje. En ik ga even verder met Jordi wakker maken. Hè? Ja. Jij wordt altijd vrolijk van zo'n deuntje, hè? Kijk maar, daar wordt hij helemaal vrolijk van. Nou, ik ga even verder met Jordi. Wat een drukke ochtend. Kindjes hadden eigenlijk heel veel mama-tijd nodig vandaag. En Liam die had zichzelf weer een keer ondergescheten. En Jordi die was weer bezig. En dat dus. En ik ben nu even hier aan het opruimen. Ik moet nog even de tafel doen en de keuken opruimen. En dan is het ook weer zover klaar. Dat gezegd hebbende, de kindjes slapen. Nog wel. Ik ben benieuwd wanneer ze wakker worden. Ik verwacht ze zo wel wakker hoor. Maar ik heb heel even in de tussentijd ook gedoucht. Want ik heb over een uurtje ongeveer heb ik een afspraak bij de verloskundige in het ziekenhuis. Nu gaat even kijken natuurlijk op bloeddruk, of de baby beweegt en nou, dat soort dingen. Maar die beweegt gewoon, dus ik verwacht niks geks. En Joef moet dus even ophouden. Want die zit continu, die zit nog midden in haar loopzichtheid. Ze bloedt niet meer hoor, maar ze is nog een beetje horny. Nee, Joef. Die is continu met haar kont zo van, ik heb er wel zin in. Nou, ga weg. Hou daar nou eens mee op. Maar ja, ik ben in ieder geval dus aan het opruimen. Ik moet even de vaatwasser doen en nou, dat soort dingen. Ik ga op je plaats liggen. Joef, op je plaats. Ga liggen. Dus ja, dat dus. De box die was één grote bende. Die heb ik net even opgeruimd. Want ja, een half uurtje Liam, dan ligt alles al overhoop. En dan als Jordi daar wakker wordt, dan heeft hij een opgeruimde box. En dan vindt hij zelf wel prettig. Maar ja, dat heb ik dus gedaan. En ik ga nou eventjes de tafel doen en de aanrecht. En dan ga ik mezelf even verder klaarmaken. Om 3 uur komt Niels naar huis. Dan moet ik klaarstaan, zodat wanneer hij thuis komt, ik gelijk kan gaan. En ja, dat er dus dingetjes voor de kindjes klaarstaan en dat soort dingen allemaal. Want anders vergeet Niels daar, want die is daar niet gewend natuurlijk. Dus dat gaan we doen. En dan ja, ben ik weer benieuwd wat ze zien. Kan ik weer even mijn kindje zien. Nou papa, hoe was mijn echo? Helemaal top. Ja, kindje had ook goed gedaan toch hier thuis? Ja, we hebben lekker koekje gegeten en gedronken. Ja. Maar alles was goed met de kleine. Over 2 weken moet ik weer terug voor controle. En ben thuis gekomen en toen is Niels weer weggegaan. Want Niels moest eventjes voor papieren regelen voor wat we maandag een afspraak voor hebben gehad. Want ja, we willen natuurlijk wat verbouwen in huis. Dus ja, daar hebben we centjes voor nodig en daar zijn we mee bezig. En ja, dus daar zijn we mee bezig dan. Maar voor de rest, alles is goed gegaan. En ik heb daarna de kindjes eten gegeven. En Liam is nu de box aan het afbreken. En ik ben eten voor Niels en mij aan het maken. En Jordi is even een filmpje aan het kijken, want die vond Liam wel heel erg druk, hè papa? Mm-hmm. Dus ja, in ieder geval, wij gaan eventjes eten, dan de kindjes in bad doen. En dan is het zo weer laat. Ja, is het zo weer laat en gaan de kindjes weer een keer naar bed. En wij ook. Dus, maar goed, in ieder geval, dat gaan we dus doen.
En goedemorgen. Gisteravond ben ik naar bed toe gegaan. Toen ben ik even in slaap gevallen. Toen ben ik weer wakker geworden. Dat krijg je ervan als je heel veel... het kindje, zeg maar, die zit met zijn handen helemaal zo naar beneden toe. En ja, daar heb ik continu eigenlijk, zeg maar, dat er getikt wordt in mijn blaas. Klappen! Ja! Dus ja, ik werd na een uurtje of zo werd ik weer wakker, moest ik weer plassen. Fijn. En net was ik weer eventjes wakker. Dan ben ik wel weer in slaap gevallen, dat wel. Maar ja, zoiets sloopt je wel wakker. Plassen, slapen, weer wakker. Nou. De kindjes hebben wel gewoon goed doorgeslapen vannacht. Hè? Alleen mama niet. Nee. Mama had niet doorgeslapen. En nou, klappen, klappen, klappen. En nou ga ik zo dadelijk Jordi wakker maken. Die slaapt nog. En er komt straks een fysiotherapeute. Komt ietsjes later als normaal. Maar daar heeft ze gevraagd of dat goed was. En ja, dan laten we de dag maar beginnen. Ik ga mij zo aankleden. En Liam die wil weer gaan spelen. Kindjes zijn aangekleed. Ik moet zo nog heel even Jordi's luier controleren. Maar ze zijn steeds ruzie aan het maken. En in ruzie maken bedoel ik, ze willen eigenlijk met hetzelfde speelgoedje spelen. En dan gaat Liam dit doen. Die weer lekker verder spelen. En meneertje is daar. Maar die komt weer eruit. Let maar op. En hij mag van Jordi, mag je dat ook gewoon doen. Daar gaat het helemaal niet om, maar hij gaat bovenop Jordi hangen en hij gaat tegen Jordi aanleunen en dat is iets wat Jordi niet zo prettig vindt. Hij mag van Jordi gewoon dat induwen hoor, dat is echt het probleem helemaal niet. Kijk, dan gaat hij weer met zijn hand bovenop Jordi. Hij heeft een beetje moeite met instellen. Ja, we moeten samen spelen, Liam. Lief, hè? Je lief samen spelen. Hij is weer nou naar zijn teentje toe. Nou, Jordi is met de fysio aan het lopen. Ik ga niet mee, want dat is echt gewoon te veel gedoe iedere keer. En hij doet het ook supergoed met de fysio erbij. Dus hij is nu een rondje hier ergens aan het lopen met de fysio. En hij vindt het ook heel leuk, want hij stond net al in de startblokken. Hij was al boos dat hij nog niet mocht gaan lopen. Dus dat. En Liam die zit hier te hooligunnen. Ze hebben net echt hele grote ruzie gehad. Ze vonden elkaar totaal niet lief, hè? Nee. Toen heb ik Jordi er maar uitgehaald. Dan kreeg ik een berichtje van de fysio dat ze eraan kwam. Ik denk, gauw je jas aan, gauw alles naar buiten. En dan dat je in ieder geval eventjes uit die cirkel bent met je broertje. Want ze zaten gewoon echt te discussiëren. Gewoon, en ik snapte de taal ook niet, dus het zal wel. Het is weer tijd voor een boterhammetje. Ik was al aan het geven. Toen dacht ik in één keer, hey, ik zal het eens filmen. Alsjeblieft. Jordi, kijk eens, boterhammetje. Wat komen jullie hier doen? Party. Komen jullie mee onze verjaardag vieren? Jeppa! Lekker, hè? Ze hebben er nu kruidenkaas op. Wow, dat is geweldig. Boomba,
Liam die doet altijd met alles eten. Zijn hele gezicht, alles. Wil je appen? Hoppakee. Mag me helpen? Goed zo. Liam. Dan zie je er toch weer uit. Alsjeblieft. Lekker. Lekker, hè? Kom jij ook mee onze verjaardag vieren? Deze kleine vent had al geslapen. En die is net wakker. En jouw grote broer is nog wel aan het slapen, hè? Ja. Oeh, wat ga je doen? Wat ga je doen? Hoppakee. Je kan je hand ook gewoon bewegen, hè? Toep, 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 toep. Voor degene die babytjes, kleintjes hebben. Dus jullie kleintje daar ook. De speen altijd op zijn kop en zijn mond. Hè? Ja. Hij doet dat altijd. Altijd op zijn kop. In zijn mond. Ja, klappen! Yay! Goed zo! Yay! Ja, klappen. Yay, klappen. Ja. Oh, echt waar? Oké. Toet, toet. Oh, nou doet hij hem goed in zijn mond. Normaal draait hij hem nog een keer om. Yay. Mama wil ook tutteren. Zo. Oh, mag niet. Is die van jou? Maar mama wil ook tutteren. Oh, mama ook. Oh, mag dat niet. Oké. Hier gaat hij weer. Maar mama wil ook. Dus ik mag niet tutteren van jou. Wil mama niet tutteren van jou? Je steekt me aan, kleine druif. Boepoe. Oh, ben je nog moe? Ben je nog moe? Het is geen koekje geworden, maar een soepstengel. En Joef, die is buitengesloten. Die mag er nou niet in. Joef, nee. Eraf. Schiet op. Joef. Nee, want Joef doet alles van jou afpakken met eten. Dus jij doet gewoon lekker zelf eten. Joef, nee. Ik heb gewoon hier de regel, als kindje eten hebben. Mag me dan niet in de buurt. Klaar. Anders had ze hier wel gewoon bij mogen horen, want die twee gaan echt super goed samen. Maar nee, gaan we niet doen. Nee, je gaat ook niks aan Joef geven. Liam. Kleine spiegelaar, hè?
Joef. 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 Move. Move. Schiet op. Nee, je hebt je eigen spullen. Hup, wegwezen. Weg. Weg. Joef. Kst. Papa. Ja. Hoe lang heeft het geduurd voordat jij Liam aangekleed hebt? Kwartier. Serieus? Met Chloe en al was het blij wel, ja. Maar... Hij heeft een slaapzakje aan. Ja. Moet jij hem hebben? Maar deze was van papa. Ik doe er zelfs mijn tut vooruit, papa. Ik doe er echt ook mijn tut vooruit. Ze zijn mijn. Jordi is een beetje lastig in slaap gevallen. Maar uiteindelijk toch gaan slapen, gelukkig. Met zijn lieve heersbeestje. Ja. Wij gaan nou de vlog afsluiten en lekker slapen. Bedankt voor het kijken. En welterusten. Welterusten. Tot de volgende.